Welkom bij ziekenhuislocatie Ravaya van Treant. Mijn naam is Annika, ik ben oncologieverpleegkundige. Binnenkort wordt u verwacht op de dagbehandeling oncologie voor uw behandeling. Ik neem u nu mee voor een kijkje, zodat u weet wat u kunt verwachten van uw verblijf bij ons. U kunt uw auto parkeren op de parkeerplaats. Vervolgens komt u binnen via de hoofdingang. Tijdens de kuur mag u één begeleider meenemen. Op de afgesproken tijd neemt u plaats in de wachtkamer. Een oncologieverpleegkundige haalt u op uit de wachtkamer. De oncologieverpleegkundige vraagt uw naam en geboortedatum ter controle. In deze behandelkamer vindt u comfortabele stoelen waarin u kunt plaatsnemen. Graag horen we hoe het met u gaat en of er nog bijzonderheden zijn. Indien nodig voeren we controles bij u uit, zoals het opmeten van de temperatuur, de pols en de bloeddruk. Chemotherapie kan haaruitval veroorzaken. Voor bepaalde chemotherapie is het mogelijk om hoofdhuidkoeling toe te passen. Indien dit mogelijk is bij uw behandeling, zal de case manager dit vooraf met u op de polykliniek hebben besproken. Het toepassen van hoofdhuidkoeling geeft geen garantie op het behouden van uw haar. Als uw behandeling via een infuus toegediend moet worden, dan zullen wij een infuus aanleggen. Medicatie wordt altijd door twee oncologieverpleegkundigen toegediend. Indien u door uw behandeling misselijk of een allergische reactie kunt krijgen, dan zullen wij u hiervoor medicatie toedienen. Wat is uw naam en wat is uw geboortedatum? Arie van Meijers, 18/09/1974. Gaan ze tot naar milligram en houdbaar tot november. Doe ik u even een polsbandje om? Ja. Tijdens uw aanwezigheid op de dagbehandeling zorgen wij voor eten en drinken. Voor uw begeleider is er koffie of thee. Als uw behandeling klaar is, dan verwijderen wij het infuus. U mag dan naar huis. De case manager heeft u vooraf instructie gegeven of u zelfstandig naar huis mag rijden. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat ik u een goed beeld heb kunnen geven wat u te wachten staat tijdens uw verblijf op de dagbehandeling oncologie van ziekenhuislocatie Ravaya van Treant.